regenjasje aangetrokken, want de hemelsluizen stonden helemaal open. De regen viel met bakken uit de hemel. De grote blokken zijn Topsport Vlaanderen. Zij komen met 21 renners aan de start, want die groep Gobert heeft er 17. Lotto Belisol start met 15 renners en Omega Pharma Quickstep heeft er 12. De ploeg van Tom Boonen, de topfavoriet van Paar. Onze 12 koplopers. We geven de namen nog eens van dit dozijn. De Dirty Dozen. Daar zitten twee renners bij van Omega Pharma Quickstep met Christophe van der Wallen als ex Omega Pharma Quickstepper. Hij rijdt tegenwoordig voor Track Factory Racing. Maar dan hebben we Ilio Keijsen en Pieter Serry voor de thuisploeg. En dan bij de tegenpartij vinden we 10 man met Boris Vallée er onder meer bij. En Tosh van der Zanden voor Lotto Belisol. We hebben voor BMC Greg van Avermaat. U ziet hem door het beeld glijden. Topsport Vlaanderen Baloise heeft Ricard en Van Overbergen mee. Want die groep Gobert doet het met Van Melsen. Dan hebben we Wallonie Bruxelles met een duo. Ook met de personen van Amorisson en De Moitié. En dan nog de Franse Belg die hier vandaag voor de verrassing kan zorgen, mocht hij als ex-Fransman Belgisch kampioen worden. Hij rijdt daar netjes aan de leiding. David Boucher. Ze zitten vlak bij onze commentaarcabine. Ze gaan aan onze neus voorbij komen nu. En ze beginnen aan de 12e van 18 ronden. Nog 7 ronden, José, in een tactisch zeer interessant Belgisch kampioenschap. Ja, inderdaad. Het moet allemaal nog beginnen, zullen we maar zeggen. We zijn al een heel eind ver. We zijn toch al, die tactische spelletjes zijn nu al bezig. Kijk, we zagen net al een verbrokkeling vooraan in de kopgroep. Voorbij is, of wat er gebeurd was, was dat die groep Gobert, de mannen van Hilaire van der Schuren, 1 mannetje mee hadden vooraan. Was niet naar de voldoening, niet naar de zin van Hilaire, waardoor hij zijn mannen eigenlijk een heel stuk aan de leiding laten rijden heeft. Nu wordt dat werk overgenomen door de zwart-blauwe garde van Patrick Lefebvre. Omega Pharma Quickstep hier. Wijnands. 9 World Tour ploegen met vertegenwoordigers in dit Belgische peloton. 23 ploegen zijn hier aan de start verschenen tenslotte. En we hebben 6 leiders op dit moment. Met de Vermoten die achterom kijkt, maar u ziet dat de voorsprong gering is. Ja, Steegmans die, denk ik, mocht het op een sprint aankomen en zijn eigen kans gaan, grote kanshebber is. Hij is sterk, werd ook door Tom Boonen naar voren geschoven als een mogelijke kanshebber. Mag niet, wil niet, mag vooral niet na de Tour, denk ik. Ja, bij Belkin beseffen Wijnands en Van Mark het gevaar. Want kijk, zij proberen daar iets te doen aan het verschil. Maar ze zoeken om steun, want alle grote blokken zitten hier nu eigenlijk vooraan. Ja, Wallijs met Steels goed vooraan.
Vermoten met Steegmans. Steegmans bij Dirksen. Het lijkt nog ver tot de streep, maar in zo'n kampioenschap speelt tactiek vaak een heel bepalende rol. De Haas opnieuw. Ja, ik denk dat het inderdaad de Haas is. En daar zit daar vooraan op kop in het peloton een mannetje van Omega Pharma Quickstep. De samenstelling van de jongens waarnaar deze twee proberen te rijden. En dat lukt ook. Het is Wijnands. Toch? Enfin. Steegmans en Vermoten voor Omega Pharma Quickstep. Stig Broeks en Tosh van der Zanden voor Lotto Belisol. Wallace en Stijn Steels voor Topsport Vlaanderen. En zijn er nu bijgekomen Kenny de Haas en de man van Belkin. Als we die nog heel even wat beter kunnen zien, is het nu Van Marken. Zou zomaar Van Marken kunnen zijn. Of is dan toch bij Bart Arnouts gewonnen. En bij de vrouwen Tine Dekkers. Dat is een heel, heel straffe dubbelslag. De Ironman, de volledige triathlon van, die is gewonnen door zowel een Belg bij de mannen als de vrouwen. Heel knap, Bart Arnouts en Tine Dekkers. Hans de Klerk in de volgauto bij Topsport Vlaanderen. Met de goede raad, met het advies voor Steels. Ja, dit is de groep waar het om te doen is natuurlijk. Zij moeten iets proberen straks in de finale. Van Marken gaat dat uiteraard ook doen. Hij is dan eigenlijk het referentiepunt voor mogelijke ontsnappingen. Maar dat zal zo moeilijk zijn. Lotto Belisol met het kwartet. Zeer interessant. De luchtvochtigheidsgraad is zo hoog. Strijd hier. De voorsprong blijft min of meer constant op minder dan 50 kilometer van de streep. Daar zit Gilbert, gevangen in het steekspel tussen de grote ploegen. Hij zei in het interview vooraf dat er maar één devies was voor hem in dit kampioenschap. Wachten, wachten en wachten. Maar het zou natuurlijk kunnen dat hij te lang moet wachten. En dan is het kalf verdronken voor de ex-wereldkampioen. Het lot van Gilbert ligt in handen van deze teams in eerste instantie. Ja, dat ligt absoluut in deze mannen hun handen. Benieuwd of ze de boel kunnen in de buurt blijven houden. Al was het maar dat ze een paar keren per ronde voor zich zien uitrijden. Dat zou toch al een stuk van het gevoel weergeven van kom aan jongens, blijven rijden. Op die manier kunnen we misschien toch in de buurt blijven. En je weet dan nooit.
dan moet je weer trainen. Maar we gaan nu naar onze man op de motor, afgetraind als altijd, Karel Bertelen. Ja, dat klopt, maar hier moet je toch wel heel afgetraind zijn, want het blijft heel snel gaan. Dat beeld hebben jullie al echt ook wel gezien, dat lint dat zich iedere keer vormt. Ik ben ondertussen in de mogelijkheid geweest om even tot bij Wilfried Peters te rijden om te vragen van wat gaan jullie nu doen? Steegmans Vermoten erbij vooraan, Bonen bij manier van spreken gevangen hier in het peloton achter dat werk dat voortdurend wordt gedaan door Wanty Groep-Cobert en Wallonie Bruxelles. De woorden van Wilfried Peters waren eigenlijk heel duidelijk. Als deze mannen het niet kunnen doen, dat gat dichtrijden, ja, dan lijkt het inderdaad dat Gert Steegmans de man is die kampioen moet worden voor Omega Pharma. Gaan ze vooraan met Broeks en die mannen gaan ze dus echt moeten vol gaan doorrijden. De mannen van Topsport Vlaanderen gaan de kastanjes uit het vuur moeten halen. Sepp van Marken zit daar in een moeilijke situatie. Weet van zichzelf dat hij moet doorrijden, want ja, wachten is geen optie. Als ze terugkomen is nog maar de vraag of hij dan top 5 kan rijden. Dus dit is een moeilijke situatie. Op deze manier zitten de mannen van Patrick Lefever niet echt in een moeilijke situatie. Ze kunnen het spel een beetje spelen. Slowakije is binnen. De punten van de jury. 1. Petter. Hij, opnieuw kampioen van Slowakije. En Wanty Groep-Cobert gaat er nu met een tegenprik proberen. En dan is dat de vrezen. Laurens de vrezen. Nou, op deze manier is het een zeer aantrekkelijk kampioenschap. Ja, ik denk dat het Meersman is die daar in derde positie zit. Maar alles ter doen. Dat Vermoten die bij Tom Steels rijdt. Ja, groot overleg, hè. Daarachteraan. Hoe gaan we het doen? Wat moeten we doen? Ik denk dat ze maar op één manier kunnen winnen. Dat is een sprint. Vermoten winnen tegen de Haas wordt moeilijk. Vermoten winnen tegen Steels wordt misschien ook al moeilijk. Vermoten winnen tegen Sepp van Marken wordt ook al moeilijk gebeuren, hè. Wie er nu op kop aan het rijden is in het peloton, is dan nog altijd Philippe Gilbert. Rijden ze daar met 4 langs elkaar? Ja, ze zijn met 10 langs elkaar. Nog is Gilbert op rechts. Kan hij door? Nee. Het gat is te klein. Ja, Leukemans dan nu. Leukemans vindt dat gat wel en Gilbert gaat mee. Ja, de twee partners in crime natuurlijk. Boezemvrienden. Of toch minstens meer dan een goede verstandhouding. Die twee. Ja, ja. Dit is met voorbedachte raden. Het is Nicolas Maas in 5e positie. Maar van op de kop eigenlijk van het peloton is dit o zo moeilijk. Ja, dat is want vooral tempo maken, hè. Toch nog eens laten zien. Het is Van Avermaat nu. Nou, Gilbert die overneemt. Ja, Van Avermaat, ja. Je moet vooral rekenen dat ze blijven ronddraaien. Vermoten die nu toch blijft overnemen. Stik Broeks die gaat nog eens proberen. En nu toch, ja, hier wordt gekozen nu voor een sprint. Ja,
Ander scenario. Ander scenario. Dan hebben ze daar bonen uitspelen. Dan hebben ze daar met Gianni Meersman, met Nicolas Maas. Hebben ze daar de ideale mannen om de sprint te gaan aangaan. Met een Guillaume van Kersbulk. En dat terwijl de achterstand in die bocht 24 seconden was. Wat anders. Dan kan het in principe nog altijd. Ja, maar ze komen, hè. Van Marken gaat hier nog iets proberen, want hij is toch een vogel voor de kat. Ze hebben nog 4-5 renners daar. Zo lang mogelijk wachten en een jumpen dan. In het geval van een Van Marken, als hij nog iets heeft, is dat zijn enige kans op de titel. Kijk. Ja, omkijkend. Loeren. Kijken. Zit er nog iets in de tank? Laatste kilometer zit eraan te komen. Daar is de jump. Onder de vod. Ja, Van Marken. Maar onmiddellijk. Moet nog iemand tempo maken. Het is nog altijd... Vermoten. Vermoten, ja. Ze zijn er nog altijd niet. Ze zouden zomaar net te kort kunnen komen. Acht seconden. Wind in de rug. Van Marken zit in derde positie. Nog twee man voor Bonen uit. De trein trekt zich daar nu op gang. Bonen in derde positie. En dan is, minder, is de ontsnapping bijna helemaal over. In de slotkilometer. Dit is de Busseren. De Busseren. Jens de Busseren. Jens de Busseren. De man hier uit de buurt. Ja. Yes. Jens de Busseren is Belgisch kampioen. Ja. Supportersclub gevestigd in... Dadizelen. Dadizelen in de pompen schitteren. Het zal er feest zijn vanavond. Het is de bus die hier alsjeblieft Tom Bonen verslaat. Jens de Busseren. Goh. Sterke sprint. Ja, die hadden ze ook nog achter de hand. Ja, Roesent naar Roelands, hè. Dus ze klaren het. Ja. Jens de Busseren. Ja, een West-Vlaming. Fantastisch. Ja, ja. Te huizen van. Een West-Vlaming. Hier, Roelands. Is Belgisch kampioen. Roelands en de Busseren. En dan toch groot feest per Lotto Pelistol. Ze zaten in een zetel. Het zag er zo belabberd uit op het einde. Bonen dan toch nog ja, wat een sterke in sprint. De positie. Wat een sterke sprint van Jens de Busseren. De ontgoocheling is bijzonder groot bij jou. Dat is begrijpelijk na zo'n wedstrijd. Ja, ik heb vandaag voel ik me geflikt. Punt. Door je eigen ploeg. Ze hadden gezegd dat je mocht vooruitrijden als je zegezeer bent. Wel, ik was vandaag zegezeer en rijdt mijn eigen ploeg het gat dicht voor een derde plaats. Bravo. Je bent nog derde geweest op een BK, hè? Maar op deze manier misschien niet verwacht. Nee, het was, we hebben echt zwaar fouten gemaakt. De ploegleiding heeft zwaar fouten gemaakt vandaag. En daardoor hebben wij fouten gemaakt in de laatste twee rondes. Wisten wij echt van niks. Normaal gezien moeten we met borden staan of zo, dat we toch weten van worden we koersen of niet koersen. We hebben niks gedaan. Dan in één keer op 6 kilometer van de aankomst krijgen we het signaal van te gaan. We rijden het dan ook dicht. We kunnen nog sprinten voor de eerste plaats. Maar dan we hielden het gewoon te veel blam te links. Ik heb zitten roepen gelijk een idioot van dat ze rechts moesten houden, maar ze hoorden het niet meer al het publiek. En we hebben 3-4 meter te ver naar links gereden. En ik had die mannen bij mij gewoon in het wiel zitten te freewheelen bij manier van spreken. En op het moment dat Nicolas moest gaan, kwamen zij. En Nicolas dus zat niks op. En ik ben met een sprint begonnen eigenlijk, in het wiel. En ik ben er nog niet langs kunnen overkomen. De sprint was veel te snel om te pareren. De man die op kop vertrok en sterk genoeg was, en die gingen sowieso winnen. Sorry, daar kan ik niks aan doen. Daar ben ik echt razend van. Ik mocht al klassiekers niet rijden, ik mocht dit niet rijden, ik mocht dat niet rijden. Ik moest, als we vooruit reden, dan moesten we volgens ploegspel spelen en zegezeker zijn. Wel, ik was vandaag zegezeker, alles viel perfect. En dan de laatste ronde zit je daar. Dan voel ik me geflikt, sorry. Daar ben ik echt boos over. Welke fouten zijn er gemaakt voordien? Voordien niet veel, want ik denk dat we de perfecte koers zijn. Altijd de juiste mannetjes mee, toch zeker op de laatste. Maar op een bepaald moment, op 300-400 van tenden, dan moeten we beginnen communiceren. Want wij weten ook niet wat doen. Allee, als ze zeggen wat wij moeten doen, dan weten wij dat. Oftewel geven ze ons vrijheid om te doen wat we willen. Oftewel worden er opdrachten gegeven. Maar wij wisten van niks. Dus op een bepaald moment was Gert mee. Er was gezegd dat als er een snelle man mee was, iemand die kon winnen, werd die beschermd. Dus dat hebben wij gedaan. En dan in één keer op 6 kilometer mee moeten we dichtrijden. Dus allee, ik moet ze toch nog eens een duchtig woordje praten, zo, want dat is echt geen doen zo. Oftewel concentreren we eigenlijk in de sprint op de finale en dan pak je gewoon tijd om dat te controleren en dat dicht te rijden. Maar zoals nu, dat was... nee. Want zo voor één keer. En heb je dat al besproken met de ploegleiding? Wat moet ik zeggen? Ik ga nog toch weer een draaiing geven. Het is nu zo. Echt, ik ben niet... Iedereen heeft gezien wat er gebeurd is. Ik moet die conclusies niet trekken. Je kunt het zelf wel zeggen.
Maar dit is toch wel bijzonder straf. Ik begrijp, ze zijn Tom Steels en Wilfried Peters. Alsjeblieft. Ze zijn Wilfried Peters en Tom Steels. Ja, communiceren. Hè. Het voorjaar staan ze ook altijd met bordjes langs de kant voor te communiceren. Waarom kan dat vandaag niet? Ik ben de laatste drie rondes iedereen aan het roepen geweest om iets te weten te komen. En niet van de voorsprong of het aantal renners, dat weten we ook wel. Maar wat we moesten doen en wat er vooraan gebeurde. Want stel ik altijd door één man voor of zitten ze niet mee te rijden. We wisten van niks. En dat is heel frustrerend. Hè. Je kunt, kampioenschap is al moeilijk genoeg zo. Het is dan nog moeilijker als je dan nog niet weet wat er vooraan aan het gebeuren is. En die vluchtbeschermen, dat kon voor mij even goed. En dat waren we ook aan het doen, totdat we in één keer de opdracht kregen van moet dicht. Je bent niet geselecteerd voor de Tour en dan vandaag dit. Is dat reden genoeg om bepaalde conclusies te trekken? Well, blijkbaar hebben ze me niet graag. Hè. Ze me niet selecteren voor een Tour en mij niet eens bij als kampioenschap gunnen. Terwijl ik gewoon voor onze ploeg reed, onze tactiek.